Ik loop stage bij Kramergroep. Eigenlijk bij elke aanvang van de dienst beginnen we met een overdracht. Daarin krijgen we de prioriteiten en de openstaande transporten doorgekregen wat we die dag moeten doen. Daarbij help ik chauffeurs, geef ik de klanten advies en werk ik samen met de poortcheckers en de andere afdelingen. Daarbij moet je denken aan de douane, back-office en de planning van de lichters. Nou Romy, we hebben natuurlijk hier containers, die komen binnen. Ja. En die zijn bij ons niet bekend. Nou, wat zeggen wij dan? Joh, we kijken in het systeem. Staat niet in het systeem. Dan vragen we aan de chauffeur voor welke rederij die de container komt brengen. Ja. Je begint aan de balie. Vanuit de balie, daar doe je dus alle zeg maar, handelingen om de chauffeur die aan de balie komt zodanig in het systeem in te richten dat die zonder problemen afgehandeld kan worden in het buitengebied, in de operatie. Het is af en toe best wel lastig als iemand geen Engels kan of zich niet echt, ja, verstaanbaar kan maken. Maar ja, zelfs dan met een beetje handen en voetenwerk en wat non-verbale communicatie, dan kom je echt al een heel stuk verder. Oké, kentekens 88BGF1. Yes. Deze kant opzetten. Oké, graag gedaan. Doei doei. Als een stagiair bij ons vragen heeft, dan kunnen ze altijd de eerste lijn terecht bij degene die hen inwerkt. En daarbuiten worden ook zeg maar, vragen beantwoord door een praktijkbegeleider. Ik rijd elke morgen naar mijn werk zonder dat ik het gevoel heb dat ik naar mijn werk ga. En ik denk dat dat wel het belangrijkste onderdeel is, ook met lol hebben in je werk. Er is ook geen vraag te veel. En dat vind ik ook heel erg fijn. Thank you.